Ja, dames en heren, en dan kan ik echt niks meer bedenken wat ons ervan afhoudt om de presentatie te hebben van de winnaar van de Hein Roethoff-prijs. En het is al gezegd in een videoboodschap van minister Sander Dekker, gaat dat nu ook op een film aangekondigd worden. Een hele goede middag allemaal. Hier is hij dan, de envelop. We hebben dit filmpje geschoten een paar dagen voor de bijeenkomst. En daarna is het filmpje ook weer de kluis ingegaan, omdat we het moment natuurlijk niet van zijn spanning willen ontdoen. Maar nu is het moment van de waarheid aangebroken. Ook dit jaar zijn er weer drie fantastische projecten, drie genomineerden voor de Hein Roethoff prijs. Dan gaat het om Buurthelden, project Shitzooi en het Retail Interventieteam. Aan mij de eer om de winnaar bekend te maken. Ik ga de envelop openmaken. Daar hoort natuurlijk tromgeroffel bij, maar dat is vast aanwezig in de zaal. Ik laat jullie niet langer in spanning. De winnaar van de Hein Roethoff prijs 2019 is geworden Shitzooi. Heel veel geluk, van harte gefeliciteerd en geniet van jullie succes. Ik wil jullie als eerste graag de check overhandigen. 10.000 euro van Nogmaals, proficiat, geniet ervan. Nou, we zijn super blij met de prijs.